Sam, heb je er vertrouwen in vanavond? Ja, dat is juist. Dit is nu de derde keer dat ik live kan komen zijn. En ik heb toch telkens keer ervan genoten, dus dat ga ik vanavond ook zeker doen. En vertrouwen, ja, we zullen wel zien, hè, op de uitslag. Hè. Maar zolang dat mijn vrouwke haar amuseert, ben ik een heel tevreden man. Ja, die gaat naar de finale. Ik zou hem daar zoveel niet verkopen voordat we hem geschoten hebben. Hè. Dat valt altijd af te wachten. Hè. Hoe is de sfeer thuis? Goed. Als ik ze nog eens te zien krijg, natuurlijk. Nee, de sfeer is goed. Als mijn vrouwke gelukkig is, ben ik ook gelukkig. Hè. En is heel thuisje gelukkig. Hè. Hoe vaak zie je haar eigenlijk? Vandaag een chance gehad, want ik moest om 10 uur al thuis vertrekken. Ik moest gaan optreden in Rudervoorde. Ik was om 10 uur vertrokken, dat is niet mijn eure kameraad aan mij. Ik heb nog wat pillen op mijn ogen, zoals ik gezegd. En mijn vrouwke was al wakker, dus dan hebben wij even een koffie samen gedronken, tot als ik ze vertrokken. En dan was ik toch nog heel ontspannen en goed lachs en goed gezind. En het is haar per lijken en ze kijken naar wat van de avond terug te mogen komen dansen. En als zij dan vannacht thuis komt, wat gebeurt er dan eigenlijk? Normaal gezien, blauwe wie is nog een goede drinken. En een paar lijken doen met haar collega's en mensen en kennissen en vrienden en zo. En dat is altijd ontzettend gezellig. En meestal thuiskomen en dan eten we nog iets klein. En dan zien we naar de aflevering nog eens terug. Hè. Ja. Dus eigenlijk gaan jullie op maandagmorgen om 1 uur of 4 slapen? Ik sowieso. Ik kan nooit niet vroeg gaan slapen. Hè. Dat weet de kameraad. Maar... Ja, dat is wel een traditie. Hè. Eerst thuiskomen, nog iets een kleinigetje eten. En nog eens naar de uitzending van vanavond kijken. Waar gaan wij volgende week feesten als zij wint? Oh. We zullen al blij zijn als mevrouwke mag terugkomen. Dat op zich zal al een grote eer zijn. En het is al fantastisch dat ze tot in de halve finale is geraakt. En sowieso, dat zal eer zijn zeker. Feestje baven met de collega's, niet? Met mijn collega's, hè, want ik heb heel weinig te zeuken. Ik zeg ook maar supporter kunnen lakken iedereen hoor.